Klanten van de V&D kregen Joodvergees taart bij de koffie of thee. De mooi wil de winkel vieren dat de keten iepen bleeuwt. Bij de V&D onder Nijstedt waar de traktage in het restaurant tegen verdjerren. Bij de keten werk je in Nederland over 1000 mensen. Haar werk is deze week garanderen. Lietse 800 boeren willen dat bepaald wordt hoe groot de skee is door de moezepleeg. Ze hebben bij LTO Noord een taxageformulier ontvregen. De boeren willen al mannen plegen door de muzen. De skee rint in de miljoenen. Zakkundigen zullen op korte termijn de skee opnemen. Het planetarium in Frenscher had justerjoen 2 ton kregen van de Vriendenloterij. De cheque werd uitgereikt op een speciale galajoen voor goede doelen. Ik het Fries Museum mocht mij een cheque van 2 ton verom naar Friesland. Voor het planetarium betreft het geld dat de plande uitbreiding van het museum nou definitief teruggeen kan. Sportclub Heerenveen verlengt het contract met trainer Dwight Lodeweges. Het gaat om een verlenging met 1 jaar. Lodeweges kwam verliezen hier met een soort opspoor oer van Sportclub Cambuur. De trainer is op dit stuit waande met een goeie riege. De laatste thuiswedstrijden waren alle keer met grote cijfers woen. Joen en vannacht is er lichte frost, min 1 of min 2 graden, maar kans op mist en glijdens. Monierik, mist en glijdens, denai droeg waar bij 4 of 5 graden en een zwakke ontmatige wind uit het zuidoosten. Nachts luidt de temperatuur krek boppen het vriespunt.